gewoon niet dat mannen zo vies zijn. Allah of God of hoe je hem wil noemen. Dit moet ik op mijn hoofd zetten. Ik kan me huilen. Good morning. Dit is mijn try voor mijn allereerste YouTube video. Ior is er ook. Dit is mijn knuffel. En ja, TikTok is verwijderd, dus we moeten wat. Ik ga uit bed en ik ga even een ontbijtje maken voor mezelf. Mijn haar is zo vies. Ik heb het letterlijk 4 dagen niet gewassen. Oeh, dit is even realiteit. Ik heb het 4 dagen niet gewassen. Het is echt, kijk. Je kan het niet zien. Kijk. Oh my god. Ik denk dat het gewoon af moet knippen. Dus ik ga nu ontbijten en dan, oeh. Zo, en dan ga ik douchen. Ik werd net opeens gebeld door een onbekend nummer. En hoe delusional ben ik ook dan om te denken, oh, dit is vast TikTok. TikTok gaat jou niet bellen, Selma. Oh, wat moet ik zo moe van mezelf. Het was de man van Thuisbezorgd, want ik heb vandaag mijn eerste werkdag bij Thuisbezorgd. Ik weet niet wat ik dacht toen ik mij daarvoor ging aanmelden. Want ik wil oprecht, ik probeer echt iets te verzinnen om eruit te komen. Want ik wil dat helemaal niet. Mijn huid? Mijn huid. Kijk dan. Oh. Oh, ik kan me huilen. Oh. Ik lijk wel een grintegel. Mijn haar? Soms denk ik dat ik het gewoon moet afknippen. Waarom zou ik dat ook eigenlijk niet doen? Ik ga even een schaar pakken. Ik heb één gevonden. Dit is zeg maar onze kipschaar. Je knip je zeg maar een hele kip mee. Waar zou ik doen? Zou ik voor een boblijn gaan? Zou ik dit doen? Zou ik het gewoon afknippen? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat kan ik eigenlijk echt niet aan. Kijk, dit moet eigenlijk... Ik moet gewoon naar de kapper eigenlijk. Dit spul er iets meer, maar hij is helemaal leeg. Echt, alles is op in dit huis. Ik word helemaal gestoord. Ik wil even een nieuwe haarroutine. Ik zie wel eens van die mensen en die doen dan van die rollers in hun haar. En die doen helemaal leuke haarstijlen. En ik wil dat ook. Zo, dan ga ik even olie pakken van beneden en dan ben ik klaar met mijn haar. Oké, ik heb een beetje olie in mijn haar gedaan. Ik heb dus ook geen crème hier, dus ik ga deze zonnebrand op mijn gezicht smeren. En als jij denkt, waarom heb jij niks in huis? Ik ben dus nu bij mijn vader en ik ben gewoon... Uw, dit is goor. Dit is het begin. Ik ben oprecht vergeten om mijn crème mee te nemen en om mijn haarspullen mee te nemen. Dus ik moet even improviseren. Dus ik doe deze zonnebrand even op mijn gezicht. Echt heel slecht is waarschijnlijk. Maar, oh... Dikke me. Ik moet nog bidden. Ik moet bidden en ik ben volle bak crème op mijn gezicht aan het smeren terwijl ik me nog niet eens heb gewassen. Het is zo'n dag. Oké, ik ben net klaar met bidden en ik ga me nu eventjes klaarmaken voor de dag. Er is zoveel gebeurd de afgelopen week en ik heb de tijd en de kans ook niet gehad om dat te plaatsen. Want nou ja, toen werd mijn TikTok-account dus verwijderd. Het laatste wat ik volgens mij op TikTok heb geplaatst is een story waarin ik vertel dat er iets heel raars en naars eigenlijk ook is gebeurd terwijl ik aan het werk was. En ik kan ook eigenlijk, ik snap gewoon niet dat mannen zo vies zijn. Maar ik weet, ik ben er helemaal nog vol van en ik weet gewoon nog even niet zo goed hoe ik het allemaal moet verwoorden. Ik merk gewoon heel erg dat... Het voelt alsof ik gewoon nu mijn beste vrienden niet kan vertellen wat er aan de hand is. Omdat ik gewoon mijn TikTok-account kwijt ben. Ik kan niet meer nu iedere dag een Get Ready With Me maken en vertellen wat er is gebeurd. En in de tussentijd gebeuren er ook weer dingen. Dus hoe kan ik in godsnaam iedereen up-to-date gaan houden? Ik heb besloten dat ik vanaf nu dus elke dag een YouTube-video ga plaatsen. Eigenlijk hetzelfde als wat ik op TikTok deed, maar dan nu op YouTube. Dus een beetje in de YouTube-stijl. En dat doe ik dan totdat ik bericht heb gekregen van TikTok. Want eerst dacht ik dat het een dagje zou duren. Maar ik heb nu 2 dagen later nog steeds geen bericht van TikTok. En ik kan onmogelijk contact krijgen. Want ja, wie is meneer of mevrouw TikTok? Ik kan niet even bellen of een mailtje sturen van... Yo, geef mijn account terug. Dus ik moet het gewoon afwachten. En eerst dacht ik dus dat het maar een dagje zou duren of 2. Maar ja... Waar haal ik die wijsheid in godsnaam vandaan? Want ik weet helemaal niet hoe lang zoiets duurt. Misschien duurt het wel 2 weken. Misschien duurt het nog wel langer.
En ik wil niet, ja, ik kan niet 2 weken niemand updaten, want er gebeurt gewoon echt veel. En ik wil ook niet 2 weken lang of langer of niks plaatsen, maar ik wil ook niet verwarring creëren en een nieuw TikTok-account beginnen. Want als ik een nieuw TikTok-account begin en ik krijg mijn eigen TikTok-account terug, dan is het even heel erg verwarrend. Dus ik ga heel even het bericht van TikTok afwachten en ik hou iedereen gewoon op de hoogte. En in de tussentijd is het dus YouTube time. Ja, dus vandaag is het plan dat ik bij Thuisbezorgd ga werken voor het eerst. Ik heb er absoluut geen zin in. Ik snap niet wat ik mezelf heb aangedaan dat ik dat nu opeens denk te gaan doen. Ik moet eigenlijk heel erg opschieten, want ik begin al om 5 uur en ik ben nu nog bij mijn vader en ik moet nog helemaal naar mijn moeder toe rijden. En daar nog spullen... Spullen pakken en alles. Dus het is eventjes een gestrest. Ik moet trouwens ook weer echt mijn nagels laten doen. Oh, het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Trouwens echt een hele, hele fijne... Nou, kom op nou. Nee, stom ding. Hele fijne lipstick van MAC. En de kleur is Yash. En dan ga ik snel mijn spullen pakken. En dan ga ik naar mijn moeder. Het is echt het leven van een kind van gescheiden ouders. Alles inpakken in zo'n achterlijke tas. Iedere keer maar weer verhuizen, verhuizen, verhuizen. Alleen maar omdat je ouders het zo nodig niet meer met elkaar konden vinden. Zo, let's go. Ik wil ook geen parfum mee kunnen nemen, dus ik ga even nu deze parfum van mijn vader opspuiten. Ik weet niet wat het is, maar ik vind mannenparfum soms echt wel echt lekker gewoon om zelf op te spuiten. Waar is mijn sleutel? Ik ga even mijn sleutel zoeken. Oeh, de zon is wel heel fel. Deze. Waarom kan ik dit niet? Blijf staan, ding. We kunnen eindelijk gaan. Het is 3 uur. Ik vrees dat ik niet de tijd ga komen. Oh, we moeten tanken. Waarom is het leven zo zwaar? Het is geen fijne plek. Ja, ik ben mijn TikTok-account kwijtgeraakt. Iets wat ik elke dag deed. Wat ik heel graag deed. Wat ik... Nou ja, ik probeer even... Ik moet het niet nu... emotioneel worden. Dat wil ik helemaal niet. En dat is... Ik vind het heel... moeilijk om daar... mee om te gaan. Want ik vind TikTok oprecht een heel leuk platform. Maar op dit moment... Ik ben echt boos op TikTok. Dat ik denk... Hoe kan je gewoon zomaar iemand eraf knallen? Zo van... Bam, weg jij. Wij hoeven jou niet meer. De reden dat ik nog niet echt in paniek... raak is omdat ik heel erg geloof dat als dit het pad voor mij is, dan is dat zo. En ik geloof dat Allah of God of hoe je hem wil noemen, altijd een beter plan heeft dan ik. En dat dit soort dingen gebeuren omdat er een beter plan is voor mij. En als helemaal geen social media mijn pad is, dan is dat mijn pad. En ik voel gewoon dat ik heel erg vertrouw dat het goed komt en dat het zo heeft moeten zijn en dat Allah mij ten alle tijde leidt in dit soort dingen. En ik kreeg net ook een berichtje binnen van Ethos, omdat ik een samenwerking met hen had gedaan. En die zei van, hey, je account is geblokkeerd, zien we. Hoe gaat het met je? Nou, ik vind dat echt zo ontzettend lief, dat zij dan ook op zo'n moment aan mij vragen hoe het met mij gaat. Ik vind dat echt heel bijzonder, want ik had het ook volledig begrepen als ze hadden gedacht van ja, doei, wij hebben jou niet meer nodig. Maar blijkbaar hebben zij ook dat vertrouwen in mij. En ik heb zulke lieve, bijzondere berichten gehad van heel veel mensen. En ik probeer op iedereen te reageren, want ik waardeer het zo erg dat, dat mensen mij proberen op te vrolijken. En ik word er echt oprecht vrolijker van en... Ja, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik ga vanaf nu gewoon iedere dag een video plaatsen op YouTube.
En totdat ik antwoord heb gekregen van TikTok en dan zie ik wel weer verder. Dit is gewoon even een hele, hele harde klap om te verwerken. Maar ik ben wel zo realistisch om te kunnen denken, weet je, er zijn ergere dingen in de wereld. Mijn moeder is gezond, mijn vader is gezond, mijn zusjes zijn gezond. Dat is het allerbelangrijkste, het allerergste vind. Dat ik een bepaalde connectie op heb gebouwd met mensen die gewoon... jullie betekenen gewoon heel veel voor mij. Ik vind het heel moeilijk dat ik nu niet meer je kan bereiken. Dat ik niet meer kan zeggen van, hey, mijn TikTok-account is verwijderd. Weet je wel, dat kan niet eens meer, want opeens, boom, is het gewoon weg. Ik wil gewoon heel graag eerlijk zijn over hoe ik me voel nu en over hoe ik hiermee omga. Ik probeer het nu ook vast te leggen, zodat ik dit als pep talk kan terugkijken voor mezelf. Als ik even niet zo lekker ga, dat ik gewoon dit kan zien en kan denken, ja, toen geloofde ik in mezelf. Dat moet ik nu ook doen. Dus wie weet zijn er mensen die met hetzelfde zitten of die iets anders hebben. Wat op dit moment... Hou op te piepen, stom ding. Wat op dit moment met hun gebeurt en waar je dan even gewoon helemaal je vertrouwen en je hoop kwijt bent. Maar er is altijd hoop en het wordt altijd beter. Dat weet ik echt 100% zeker. Dus laten we dit samen doen. En ik moet nu echt gaan rijden, want ik ben echt al een half jaar aan het praten. Dus dat wou ik graag nog even zeggen. Oh, er lopen nu mensen voor mij. Heel ongemakkelijk dit. Hallo. Dag. Waarom lopen zij... Waarom... ik vind helemaal niks. Waarom kijken ze zo naar mij? Nou, nu ga ik rijden. Want dat mag wel van YouTube. Van YouTube mag ik wel rijden in mijn auto. En filmen tegelijkertijd. Ha! TikTok. Lekker voor je. Oké, ik ben bij het tankstation aangekomen. Dus ik ga nu eerst even tanken. Is het echt over na te denken om die man van thuisbezorgd op te bellen? Want ik wil echt niet. Ik weet dat het weer iets is wat ik me voor heb opgegeven. En wat ik dan niet kan maken. Dat ik daar niet heen ga. Maar ik zie het echt niet zitten. Fiets, ik moet daar al om 5 uur zijn. Het is 4:30. Ik moet nog eten. Dan moet ik tot 9 werken. Nou, dat vind ik wel een beetje lang. Misschien kan ik hem gewoon bellen. En dan gewoon proberen om te vragen van... Goh, zou ik ook een andere dag mijn eerste werkdag kunnen hebben? Zoals je ziet is er dus even een gigantisch probleem. Dit ga je echt niet geloven wat hierin zit. Dit moet ik op mijn hoofd zetten. Oh, wat erg. Ik ga dit niet doen. Ik ga dit echt gewoon niet doen. Hallo, hier heb ik een bestelling. Alsjeblieft, eet smakelijk. Ik ga die man nu opbellen. Het is nu? Het is 4:00. Ik moet om 5:00 beginnen. Ik ga echt even bellen dat ik het niet ga doen. Ik ga dit niet doen. Oké, ik ga thuisbezorg bellen. Wat moet ik zeggen? Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Waarom fluister ik? Ik heb hem niet eens opgenomen. Het is 4:30. Ik moet om 5:00 werken. Het spijt me, maar de persoon die belt is... Wacht, laat ik dit meer in de thuis bezorgen. Hallo? Hi, goedemiddag. Hallo. Is dit het nummer van thuis bezorgd? Nee. Oh, wat gek. Dan heb ik een verkeerd nummer gedraaid, sorry. Oké, is goed. Wat gek? Huh? Oh, 6-9. Oh, oké, ik ga even opnieuw een nummer draaien. Oké, daar gaan we. Ik heb nu hopelijk wel het goede nummer gedraaid. Ik ben helemaal in de thuisbezorgdstemming. Hi, met Volkman, thuisbezorgpatroon. Hi, met Selma. Hi, goedemorgen. Hi. Hey, goedemiddag, sorry. Eigenlijk om 5:00 mijn eerste werkdag hebben. Ja. Maar er is helaas iets tussen gekomen, dus ik vroeg me af of ik het kan verzetten. Selma, je idee. Ja. Selma El Halawali. Ja. Dan zullen we jouw dienst cancelen. Ja. Krijg je een link. Via de link kun je dan nog een andere datum kiezen. Oh, oké. Dus dat is verder geen probleem. Nee. Oh, doei voorkant. Doei, doei. Ze vinden het helemaal niet erg. Heb ik de hele dag
mij zorgen gemaakt van nou, ik kan echt niet afbellen. En nu is het gewoon van, oh, we zoeken wel een andere dag. Nou, fijn! Hartstikke fijn! Dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik ben echt een beetje zenuwachtig of zo. Ik voel ook echt hartkloppingen. Ik weet niet, ik vind op YouTube plaatsen toch even wat anders dan op TikTok. En ik vind het echt heel erg spannend. Dus ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende video. Dan vergeet niet te abonneren en doe even een blauw duimpje omhoog. Good night!